Welkom, ik ga jullie vandaag laten zien het verschil tussen een maat- en een wichtzending. Ik gebruik er uiteraard geen container voor, want die heb ik niet in mijn huiskamer staan. Het duurt me ook veel te lang om dat te vullen en om te laten zien. Ik gebruik dus deze doos daarvoor. Zoals je ziet, het tara van de doos is 80 gram, oftewel het doosje weegt dus 80 gram. De maximale gros van deze doos is 2 kilo. Nou, bij een container heb je dat ook. De tara is ongeveer 2000 kilo, 2400 kilo. En een max gros of max payload, zoals ze het ook wel eens noemen, is rond de 32.000 kilo. Nou, ik zal je laten zien dat het klopt, dat ik niet lieg. Even kijken dat het doosje goed staat. 79 of 80 gram, kijk. Ik ga jullie laten zien wat een maatzending is. Ik zet hem eventjes neer. Ik pak een paar knuffels van mijn dochter. Die stop ik in de doos. Hop, allemaal erin. En deze er nog bij. Eigenlijk past die er al niet meer bij, hè? We zien het. Eigenlijk is die al te hoog. Ga dus niet in de container passen. Die eruit. Aanduwen. En als je het deurtje dicht doet, zit die dus vol. Er kunnen geen spullen meer bij. De container zit vol. Of de doos zit vol. Hij mag maximaal 2 kilo wegen. Wat weegt hij nu? 293 gram. Dat is gram. Dus de doos weegt 293 gram. Maar is wel vol. Dit betekent dus dat dit een maatzending is. De doos is vol, maar we hebben ons maximaal gewicht nog niet bereikt. Nou, dat is dus een voorbeeld van een maatzending. Ga ik jullie nu een voorbeeld laten zien van een wichtzending. Kijk, een dumbbell, 1 kilo, gebruik ik die ook nog eens een keer. Die doen we erin. En die doen we erin nog 1 kilo. We zitten nu dus aan 2 kilo, max 2 kilo. Klopt dat? We zetten hem erop. 2,033 kilo, nou, dat klopt. Is de doos vol? Nee, want er kunnen nog makkelijk meer dumbbells bij. Mag dat? Nee. Want de doos weegt nu ruim 4 kilo. Net geen 4 kilo. Zou dit in een container mogen? Nee, dat mag niet. Want wat gebeurt er namelijk als je dit wel doet? Dan gaat de container doorhangen. Of de bodem valt eruit. Dat zou in dit geval bij dit doosje ook het geval zijn. Maar dat ga ik jullie niet laten zien. Anders zit er een deuk in mijn vloer. Maar dit is dus een wichtzending. De doos zit nog lang niet vol. Er kan nog meer bij. Maar we zitten al ruim over het maximale gewicht heen. Dus als we deze eruit halen, zitten we aan de 2 kilo die het maximaal mag wegen.